We staan hier bij Karting de Peel, waar je ooit begonnen bent op een Birel. Dat is juist, hè? Ja, dat klopt. Nou, ik ben ooit begonnen op een megakart en dat was een minikart. Maar toen zijn we al vrij snel overgestapt naar een Birel. Ah, dat was van Albert Siegers? Van Albert Siegers, ja. Ik kocht hem ook bij Henk. Dus mijn eerste kart heb ik bij Henk gekocht. En toen hebben we een 2 jaar lang, 3 jaar bij Henk, gewoon in de Peel, in Venray, een beetje gekart. En dat was hartstikke leuk. Eigenlijk helemaal niet met de bedoeling om ooit verder te gaan in de autosport. Sterker nog, mijn vader die probeerde het heel ver weg te houden. Maar het was altijd heel leuk bij Henk. En toen zijn we overgestapt naar internationaal karten. En je ziet, gezelligheid trekt weer. Dus we zitten weer bij Henk. Ik herinner me jouw vader als duidelijk aanwezig altijd. Ja, echt waar. Ja. Hij zegt zelf van anders hoor. Maar, maar dat is niet erg, want het heeft natuurlijk ook jou een stimulering gegeven om verder te gaan. Ja. In de kartsport op dit moment zit je er wel bij, zag ik al vorige keer. Dat gaat dit weekend weer gebeuren? Ja, zeker. Kijk, ik doe het voor de lol hier meerijden. Maar ik wil natuurlijk wel winnen. En afgelopen keer in Veldhoven hadden we de spulletjes niet helemaal voor elkaar. Omdat 's ochtends ging de motor nog kapot. En het chassis was ook eigenlijk aan het einde van de Latijn. Dus we hebben nu een ander chassis. Het oude chassis van Meindorfer. Waarmee hij in Veldhoven won. Dus aan de spullen zal het niet meer liggen. En nou moet ik het aan elkaar knopen. Ik hoorde net van zijn vader dat hij daar niet blij mee is. Dat jij dat frame hebt. Ja, het lijkt erop ja. Ik ga er hard mee. Dus we gingen net op nieuwe banden en het ziet er goed uit. Maar ik heb begrepen dat je als je de goede spullen hebt, dat je altijd wel een beetje hard gaat. Ja, nou ja, dat zal toch wel. Henk die heeft de spullen goed voor elkaar. Twan die heeft hele snelle motoren. En dan is de kwestie aan de rijder om het in te koppen, zullen we zeggen. Nou, eigenlijk wat ik van je wilde weten, of je het voor dit seizoen voor elkaar hebt. En dan doe ik natuurlijk uiteraard, want ze hebben je bij, vind ik zelf, bij Mercedes een beetje aan de kant gezet. Zal jou misschien zeggen van nou, dat is niet zo. Ik heb dat gevoel wel. Commerciële waardes moeten natuurlijk altijd Duits gesproken coureurs zijn. Ja. Daar ben ik inmiddels wel achter. Maar ik heb ook wel begrepen dat je inmiddels richting Porsche zit. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik ben inderdaad laat aan de kant gezet door Mercedes. En op een vrij lullige manier eigenlijk. Want bij motorsport en ook de raceteams zelf, die balen enorm dat ik weg ben. Want ze wilden graag met me verder groeien om dit jaar te kunnen presteren. En dus ik einde verhaal DTM, einde januari dat het pas hoor. En dan moet je nog wat anders gaan zoeken. Dus de meeste zitjes waren al vergeven. En het lijkt erop dat ik dit jaar in de LMP2 uit ga komen. Le Mans Series, hè, dat zijn die prototype auto's. En ook met de Porsche Supercup als eigenlijk, ik hoop dat het mijn bijprogramma wordt in de Supercup. Dat is een leuke klasse. Geen high-tech auto's, maar wel een eenheidsklasse. Leuke auto's om mee te rijden. En erg competitief. Dus rij je niet zomaar vooraan, maar we gaan wel kijken hoe ver we komen. Nou valt het me op, je zit in de kartsport, je bent er nog in te vinden. Je ondersteunt onder andere Chanel Esmeijer heb je altijd ondersteund. Je bent erin te vinden en een heleboel van deze jongens die ook in de kartsport zitten, die zie je nooit meer terug. Nee. Wat is dat wat jou bindt dan? Ja, weet je, de karting dat is zoiets puurs. Als je van autosport houdt, en eigenlijk zit ik alleen in de autosport omdat ik van het harde rijden hou. Het stuurtje in mijn hand, 2 pedalen, 4 wielen en ga met die banaan. En dat is niks meer basic dan in een kart. En uiteindelijk, ik heb hele vieze handen hier. Ik sta zelf te sleutelen. Henk die wil geen monteur bij mijn kart zetten, dus dan moet ik het zelf maar doen. Ik heb een jonge jongen die me een beetje helpt om het allemaal bij elkaar te houden. En ik doe gewoon mee. Ik doe gewoon mee en ik vind het leuk. En als ik een weekend vrij heb, dan kun je mij hier vinden. Dus. Overigens ondersteunt Acer je nog steeds? Zeker weten, Frans. Heb jij het op elkaar gekregen? Ja, mooi. Maar dat vind ik altijd zo leuk als ik dat dan zie. Ja. Dat je dan op die manier ook toch die ondersteuning nog steeds hebt. Ja. En dat heb ik ook met heel veel plezier gedaan. Ja. En dat je daar dan ook je voordeel nog uit put. Ja, zeker weten. Je ziet het, hè. Wij hebben niet van thuis uit de budgetten om het voor elkaar te krijgen. En boem, te zeggen, nou, ik betaal het. Of mijn vader betaalt het. Dus ik moest het altijd hebben van sponsoring. En dan laat je je gezicht op bepaalde plekken zien. En toen kwamen we elkaar tegen op de Business Grand Prix in Os. Moest ik een praatje houden voor de mensen daar. En toen was onder andere Acer, van Acer Laptops en Computers, was daar aanwezig. En toen zei jij geloof ik van, die Renger die heeft nog een beetje af. Ja, we pakken hem in een laptop af. Maar uiteindelijk Bart Jansen, de commercieel directeur nu, een goede vriend ook van me geworden. Dus heel leuk hoe dat er kan ontstaan. Ik ben nu zelf op zoek naar zo'n ding. Gaan we regelen. Nou, ik vind het in ieder geval leuk je te ontmoeten en dat je er toch weer bij zit en dat je
terug bent naar je roots. Dat vind ik heel gaaf. Ik ook. En succes het weekend. Dankjewel, we gaan gas geven. Graag gedaan.